Dames en heren, dit is het cyclingteam Joop Biels met de winnaar van vorig jaar, Jeff Vermeulen. Met Twan van der Brand, met Gert-Jan Bosman, met Stefan Bakker, met Arvid de Klein, met Elma Reinders, met Rens de Stroet en met Jelle Wolsink. U ziet het, ze rijden met rouwbanden. Met daarop de naam van Gijs Verdik. Gijs die dus overleden is, gisteren gecremeerd is. En deze mannen moeten vandaag een last met zich meedragen. En ze stellen dus eigenlijk hun optreden vandaag in, ja, die herdenking van Gijs. Dat zal niet meevallen. Dat is een zware belasting voor een sportman. Want overlijden en sport, dat hoort niet bij elkaar. Ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes in deze ronde van Overijssel. Het team, cyclingteam, Joop Biels. De teams van Joop Biels en Senza Kanjes voor Kanjes. Ja, ja, het moest al wel, want deze bandjes niet omdraaien. Hé, hey. Hey, mooi die trui, jongen. Maakt niet uit. Dames en heren, wielrennen is een mooie sport. Een sport waar het gaat om winnen, om prestaties te leveren, om steeds hoger op te gaan in je doel om bij de top te komen. En Gijs Verdik was daar een schoolvoorbeeld van. Gijs, die in Kanjes van Kanjes, de vriendenclub uit Aalten, zo goed presteerde dat hij een aanbieding kreeg van het Continental Team Joop Biels om dit jaar daar te gaan rijden. En dat aanbod nam hij met beide handen aan. Want Gijs was bezield van maar één gedachte, namelijk een hele goede wielrenner worden. Hij was op weg. 2 overwinningen bij de elite. 2 keer in Hengelo. En 2 keer had ik het genoegen, dat wil ik met hoofdletters noemen, om hem te mogen huldigen. Op de ploegenpresentatie die ik deed voor Joop Biels, was hij vol lof over het team. En zag hij het helemaal zitten. Hij kreeg de kans om zich op een hele goede manier omhoog te werken langs de ladder die tenslotte naar de top moest leiden. Abrupt is daar vorige week een eind aan gekomen. 2 keer een hart in stilstand, dat was te veel voor Gijs, die het afgelopen week definitief op moest geven. En dat ligt niet eigenlijk in wat hij altijd deed, want hij gaf het nooit op. En hier voor de start van de Ronde van Overijssel, met de ouders, de zussen van Gijs erbij, denken we nog een keer terug aan die prachtige coureur uit Laren. Ik wil heel graag nu het woord geven aan Han Vaanholt. Dankjewel, Harry. Ja, je weet niet wat je overkomt als je met zo'n jongen naar de etappekoers gaat in de Carpaccia Tour vorige week. Het leven gaat eigenlijk niet meer door. Denk. We hebben gisteren een hele mooie afscheidsceremonie gehad. Heel veel vrienden bij elkaar. En ik wil een heel klein stukje voorlezen wat Gijs gezegd heeft in het presentatieblad van zijn wielerploeg. Het gaat met name over de Ronde van Overijssel. Dat zijn zijn woorden. Hij zegt: Overijssel is mijn favoriete wedstrijd. Wat is er toch zo speciaal aan die koers? Het voornaamste wat ik mooi vind aan deze wedstrijd is dat het grootste gedeelte door mijn trainingsgebied komt. Hierdoor ken ik alle bultjes en bochten uit mijn hoofd.
Verder staan er ook altijd familie en bekenden langs het parcours, hetgeen het natuurlijk extra speciaal maakt. Verder is het parcours ook heel erg mooi, omdat er van alles in zit. Heuveltjes, open stukken, bossen, klinkers en mooie dorpjes. Hoe passend, hoe treffend kan zoiets zijn als renner zoiets zegt of inderdaad Overijssel's mooiste, want dat is het gewoon. Ik hoop dat we met z'n allen vandaag een hele mooie sportdag hebben en dat de beste mag winnen. Zoals ik gisteren al gezegd heb, als we door de Holtenberg heen rijden, de geest van Gijs dwaalt rond over de Holtenberg. En misschien kunnen we allemaal in de Holtenberg even aan hem denken. We mogen niet toeteren, want het is een stiltegebied. Maar denk even aan hem. En ik hoop dat de beste mag winnen vandaag. En ik denk dat we allemaal heel toepasselijk één keer moeten applaudisseren voor Gijs en wat hij betekent heeft voor de wielsport. Dankjewel. Dan wil ik graag tot slot van deze hele korte ceremonie vragen om 1 minuut stilte. Ik wens de familie van Gijs heel veel sterkte en alle coureurs. Zet hem op, zeg hem, laat de beste winnen en probeer je gedachten een beetje te verplaatsen. Maar het zal heel moeilijk zijn. Maar daar heeft iedereen begrip voor. Dank u wel. En mag het startschot nu geven. En daarmee is de 64ste ronde van Overijssel.
dus de Ronde van Overijssel. Enis Kruijopers is de nieuwe winnaar. We hebben een winnaar uit het voormalige Oostblok. Wie ziet zijn naam al staan? Dames en heren, winnaar van de prijs voor de strijdlustigste renner komt uit Hengelo. Hier komt Jelle Wolsink. En de bloemen worden natuurlijk al verhandigd door onze ronde mis als Miss Ronde van Overijssel, gekleed door Jolie, gekapt en opgemaakt door Kim. Goed, Jelle, even een korte reactie. Ja, dit was een zware ronde. Dit was een hele zware ronde helemaal naar de afgelopen tijd. En dat we dat met de ploeg zo kunnen afsluiten, misschien is dat wel vrij emotioneel, maar toch wel heel mooi. De knop moet om en dat valt niet mee. Nee, klopt, het leven gaat door, maar ja, je staat gewoon bij stil en dat is toch wel lastig. Ik wens jou succes verder en je mag aan die kant eraf met het applaus van het publiek.